De toekomst voor activiteitencentrum de Holm in de Volkingenstraat blijft onzeker. De gemeente is gestopt met de jaarlijkse subsidie en ook is het nog maar de vraag of er een eenmalige bijdrage wordt verleend. Die bijdrage van 35.000 euro is nodig voor een verbouwing waarmee de Holm in een andere vorm de activiteiten kan voortzetten. Maar de kans dat het stadsbestuur over de brug komt is maar klein. Nee, ik uh, heb ook signalen gekregen dat, we de, dat de subsidieaanvraag wordt afgewezen. We zouden de subsidie gebru sub subsidiegelden gebruiken om deze ruimte te verbouwen tot één grote zaal, die beter verhuurbaar is en beter in de markt ligt. Zodat we zelf inkomsten kunnen genereren. Zodat we door kunnen gaan met onze activiteiten op een ander niveau, een andere, met andere inhoud, maar wel kunnen voortbestaan. De HOM wil in de toekomst zich meer gaan richten op activiteiten op cultureel gebied. De kinderactiviteiten waar de Holm zich in het verleden op concentreerde zijn gestopt en het speelgoed ligt inmiddels in de verkoop. Maar of die spulletjes voldoende opbrengen om de verbouwing te bekostigen, is op zijn zachtst gezegd twijfelachtig. Wij vinden eigenlijk dat na een subsidierelatie van ongeveer 40 jaar, dat de gemeente eigenlijk wel moreel verplicht is om iets te doen aan het pand, zodat wij een, op een redelijke manier een doorstart kunnen maken. Stel de gemeente zegt definitief nee tegen jullie voorstel, wat betekent dat dan voor de Holm? Ja, dat we waarschijnlijk wel moeten gaan, gaan lenen, en dat we een uh, zeer onzekere toekomst tegemoet gaan, omdat de, lasten, de, de normale kosten hoger worden in de toekomst. En de vraag is of we die uh, op kunnen brengen. Vanavond behandelt de gemeenteraad een motie van de Stadspartij waarin om een eenmalige subsidie voor de HOM wordt gevraagd.